Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Lydia Daniël. Welkom. Dank u wel. Nou, best bijzonder dat wij samen zitten. Ja, dat vind ik ook zeker. Beide vinden we onszelf volgens mij wel feminist. Ja. En beide zijn we ook wel een beetje verbaasd wat er allemaal gebeurt rondom het feminisme. Ja. Dus dat gaan we vandaag eens een beetje proberen te bespreken. Te bespreken, af te tasten. Misschien hier en daar proberen wat te verhelderen. Mm-hmm. We zijn ook wel een andere generatie. Want jij bent... Ik ben 30 jaar. Ja, jij 30, ik 57. Dus dat is ook misschien nog wel interessant om dat even te kijken van... Denken we nou hetzelfde of anders? Jij ziet jezelf als bezorgde burger. Een bezorgde burger, ja. Ja, tegen vrouwenhaat. Tegen vrouwenhaat, ja. Ja. Nou, dat is ook toch wel een onderdeel, zeg maar, van het feminisme. Dus wij maakten feminisme willen gelijke rechten, toch ook gelijke plichten. Ja. Inderdaad, geen vrouwenhaat. Maar even kijken, afmaken tegen vrouwenhaat, racisme, homofobie in de naam van woke. In de naam van woke. Dat staat op jouw Twitterprofiel. Dat is wel een beetje waar ik vind dat ik voor sta. Want ik zou mijzelf omschrijven als woke. En dan bedoel ik... als we zeg maar de term woke gebruiken zoals het ooit bedoeld was. Dus de social injustice tegenover Afro-Amerikanen. Vooral dan in de Verenigde Staten. Maar op dit moment wordt er van alles onder woke of wokeness geschaard. Wat in mijn optiek althans alles behalve woke is. Ben je dan woke geradicaliseerd? Ik vind dat woke gekaapt is. Want woke ging in eerste instantie dus over die rassenongelijkheid in de Verenigde Staten. En nu wordt eigenlijk dat idee alsof die ongelijkheid hetzelfde is als bijvoorbeeld het weren van een man uit de vrouwensport. En in dat opzicht denk ik van ja, dat is aan de ene kant ook heel handig. Want heel veel mensen vinden die rassenongelijkheid van de Verenigde Staten vinden ze ook, en zeker in die tijd. Dat vinden heel veel mensen heel verderfelijk. Dus als je het op één lijn kan trekken daarmee, dan is het heel makkelijk om een soort van jezelf op een positie te zetten dat je moreel gelijk hebt. Ik ben bijvoorbeeld ook uitgemaakt voor dingen als niet beter dan een racist of de moordenaars van Emmett Till. Emmett Till, dat is een 14-jarige Afro-Amerikaanse jongen die was gelyncht en in de brand gestoken. En er is heel veel vreselijks mee gebeurd. En mensen vergelijken mij met hem omdat ik vind dat mannen niet in onze ruimtes thuis horen. Alsof ik dus net zo'nzelfde soort bigot ben als iemand uit die tijd. Ja, leg het toch eens even uit. Dat ga ik toch even uitleggen. Kijk, er wordt zeg maar. Het beginpunt is dan die raciale ongelijkheid in de Verenigde Staten zo'n 70 jaar geleden. Waarbij dan voornamelijk de blanke bevolking zei van wij willen geen zwarte personen in onze ruimtes. En er wordt nu een beetje gedaan alsof die gescheiden ruimtes tussen mannen en vrouwen eenzelfde soort. Ja, discriminatie of eenzelfde soort ongelijkheid is. Dat is ook een vorm van onderdrukking voor dus een man die zich als vrouw identificeert. Jezus, dat is bij helemaal een nieuwe insight. Dus zo zijn we dus ineens in een situatie beland waarbij iemand dus kan vinden dat jij discrimineert. Als jij vindt dat een transvrouw, of ik noem ze mannen, dat zij dan in onze ruimtes komen en daar gebruik van maken. Dan ben je dus eigenlijk niet beter als iemand die 70 jaar geleden zei, ik wil geen ruimte delen met een zwart persoon. Je mag niet op dit bankje zitten. Je mag niet op dit bankje zitten. Er is een kraan voor jou en een kraan voor mij. En het idee dat wij dan bijvoorbeeld een eigen vrouwensport hebben, dat zou dan te vergelijken zijn met die ongelijkheid. Ja, maar als even dat is 70 jaar terug. Ja. Dan als je heel even die feministische golven ziet, de eerste, de tweede, de derde. Laten we zeggen dat we nu in de vierde zitten. Dat is discutabel, maar dat ongeveer. Dan is zeg maar toch die feministische stroming heel erg bezig geweest met die ruimte voor vrouwen veilig te maken. Ja. Gelijke rechten, gelijke plichten, salaris, mm-hmm. abortus. In ieder geval ze hadden ze een aantal speerpunten, zeg maar. Ja. Dat lijkt te gaan wringen, zeg maar, met deze agenda. Dat wringen ze enorm. Dat is een direct conflict zelfs.
Want we zien nu de rechten die wij als vanzelfsprekend zagen als vrouwen. Bijvoorbeeld dat ik altijd nee kan zeggen tegen een man bij mij in de kleedkamer. Of dat als ik voor een kampioenschap ga, dat ik dat niet tegen een man hoef op te nemen. Dat zijn dingen die wij heel vanzelfsprekend zagen. En dat is ook waar feministen voor gevochten hebben. En nu eigenlijk in naam van... Ja, of misbruik is het eigenlijk van feminisme, wordt dat dan weer afgebroken. En dat is een hele aparte ontwikkeling. Maar is het dan slachtoffer tegen slachtoffer afwegen? Dus zo van, als vrouw ben je slachtoffer, maar je bent in ieder geval nog wit misschien. Ja. En dan 70 jaar geleden, dus nog een na-eil van slaventijdperk. Ja. De uitsluiting van donkere mensen, ja, dat is vele malen erger. Ja. En dan... soort van, wie is het ergste slachtoffer? Ja, dus zij kopiëren zeg maar die onderdrukking van zwarte mensen, kopiëren ze dan op andere minderheden of andere groepen. En vervolgens komt daar een bepaalde ranglijst in. Dus je hebt een vrouw en daarvan, dat is wel grappig, want dezelfde politici die nu pleiten voor zelfidentificatie van geslacht, dat waren degenen die een enkele jaar geleden nog heel hard zouden gaan voor de vrouw. Maar die hebben een nieuwe minderheid die nog zieliger is en nog meer gemarginaliseerd, claimen zij. En die gaat dan even boven en dan ineens moet de vrouw gaan inschikken. Dan ineens zijn we dat helemaal vergeten, dat we eigenlijk ook met vrouwen bezig waren. En daar heb ik een heel sprekend voorbeeld van. Kijk, Sylvana Simons, dat is iemand waar ik heel veel respect voor heb. En zeker om het feit dat zij altijd heel hard gaat voor vrouwenrechten. Nou ja, ik bedoel, zij zit in mijn vriendenkring. Nou ja, bijvoorbeeld. Goed, het is niet heel vervelend wat ik zeg hoor. Maar, nee, maar prima. Okay. Wij kunnen ook rustig over te vechten samen. Dat is maar prima. Tijdens het transgender debat over de transgenderwet, toen had Caroline van der Plas het erover. En die zegt, ja goed, ik ben toch blij dat ik dan geen zoons heb. En toen zei Sylvana Simons, ja, maar goed, ook jongens kunnen dit en dat. En denk ik, ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar hoe kan het dat nou uitgerekend? Jij, van alle mensen in de Kamer, nu gaat bagatelliseren dat een kleedkamer delen voor een vrouw toch echt heel anders is dan voor een man. Het is bijna een soort cognitive dissonance of zo. Het is een enorme blinde vlek. Maar het is ook wel... Wie kan dit nog volgen? Ja, heel weinig mensen eigenlijk. Ja, dit is bijna zo... Ja. Ik spreek mezelf al 30 jaar uit van... ik ben feminist. Er zitten mensen ook al met draaiende ogen van... waar heb je het over? Ja. Want dat is toch al lang en breed... Dat is toch al geregeld? Geregeld. Dus ja. Waar heb je het überhaupt over? Laat staan deze nog verder... Nou ja, zo'n voorbeeld dat je geeft... ik moet mezelf echt heel erg concentreren... dat ik denk... wat zeg je nou precies eigenlijk allemaal? Want het is het opbotsen tegen slachtofferschap. Dat is het eigenlijk echt, ja. En hoe zijn we ooit gekomen van... Nou, even terug. Ik ben zien mezelf als van de derde feministische golf. Ja. En laten we zeggen jaren 90. Ja. Dat was female empowerment. Ja. En wij waren zeker geen slachtoffer. Mm-hmm. En wij zagen ons juist van, wij kunnen meedoen. Wij mogen de samenleving mee vormgeven. Ja. Wij moeten wel taf zijn. Ja, en daarin ben ik geboren. Dus ik ben niet anders gewend dan dat. Ja, dus wij moeten taf zijn. Ja. We leren van de mannen. Mm-hmm. Want er zijn heel weinig vrouwelijke voorbeelden. Dus wij waren wel bewust van, we zullen nog veel kopiëren. Ja. Dus wij waren ook wel nieuwsgierig van, ja, wat is dan echt een vrouwelijk leiderschap bijvoorbeeld? Mm-hmm. Wij vrouwen, weet je, wat weten we nou echt waar we van genieten seksueel? Ja. Ook nog een soort voor heel veel vrouwen een black box. Dus we wisten van, bij veel punten zitten we nog heel erg in, ja, ontdekken, nog niet uitontwikkeld. Mm-hmm. Maar wel vanuit kracht. Wij voelden ons heel krachtig. Ja. En we konden banen krijgen, studeren, meedoen. Waar is een keer de afslag gemaakt naar slachtofferschap? Ja, ik denk dat dat echt een beetje onderdeel is van dat ik noem het. Het is eigenlijk niet woke, maar laten we het woke noemen voor de sake of the argument. Dat is wel een beetje onderdeel daarvan. Want als je zo doorslaat daarin, dan heb je dus eigenlijk alleen maar degene die de onderdrukking uitvoeren en degene die onderdrukking ervaren.
En op dit moment zijn mensen vooral bezig met een bepaalde onderdrukking die ze ervaren. En dat wil niet zeggen dat ze dat er niet is of zo. Maar het is een bepaalde. Het is een bepaalde ongezonde focus daarop. Waarbij er ook niet echt meer wordt gekeken naar welke stappen er wel zijn genomen. Maar gewoon heel even in de battle of the fittest, zeg maar. Ja. Toch even zo die derde feministische golf. Ja. Je zat wel in de battle of the fittest. Dus ja, als jij zeker. Die baan wilde, of als jij... Dan kon ik hem in principe krijgen als ik daar hard genoeg voor werkte. Hard genoeg voor werkte. Ja. Maar ik moest wel laten zien, weet je wel, dat ik dan ook echt de beste daarop was. Slimmer was, harder zou werken. Ja. Maar ik kon natuurlijk niet gaan zitten piepelen papper over ik ben slachtoffer. Nee. Dus is die battle of the fittest is gone? Of hoe... Nou, ik denk dat we het hier ook over een hele andere groep mensen hebben dan die dat nog steeds denken. Want als ik mezelf als voorbeeld mag noemen, ik ben geboren zeg maar in de jaren 90. Dus ik ben ook niet anders gewend dan dat ik alles kan en mag doen wat een man ook mag. En natuurlijk, er zijn fysieke verschillen, maar... Ja, hij kan net zo goed als ik solliciteren op eenzelfde baan. Maar ik denk dat daarbij ook een soort van gelatenheid is gekomen. Dat we niet echt meer zijn op gaan letten op wat er precies met onze rechten gebeurt. Wanneer anderen denken dat we nog niet helemaal klaar zijn met progressie. Jij hebt ook op het D66-congres. Ja. Daar ben je een beetje je coming out. Was al eerder volgens mij. Ja, was al iets eerder bij Pakhuis de Zwijger, maar deze dit trok dan heel erg de aandacht omdat het bij Kaag was. Ja. Misschien even toch vertellen wat je daar hebt gedaan. Wat ik daar heb gedaan is, ik ben daar naartoe gegaan omdat ik ben een linkse vrouw en ik heb hier grote moeite mee en het wordt uitgevoerd door linkse partijen en voornamelijk door D66 en Bijeen. En vrouwen zoals ik en ik zelf ook hebben meerdere berichten gestuurd en vragen gesteld. En hoe kunnen we nou ook vrouwenrechten borgen in dit hele verhaal? Maar daar komt geen reactie op, omdat er eigenlijk geen reactie op is. De reactie is eigenlijk dat je gewoon moet inschikken. En die reactie hebben ze uiteindelijk ook gegeven nadat ik dus naar het D66-congres toe ben gegaan. En Kaag heb onderbroken. En het is inderdaad gewoon de lijn van D66. Toch even, hè? Jij hebt Kaag. Ja. Je had geen microfoon. Nee. Kaag is wel een bepaald meer zo sportief om te zeggen. Hè? Om te zeggen, kom op het podium. Kom op het podium. Want zij had natuurlijk ook geen idee wat ik dacht te gaan zeggen. Ze dacht lekker inclusief. Hè? Totdat ik ineens zinnige dingen ging zeggen, werd onlangs geschreven in de krant. Dus, ja, wat zei jij daar? Ik zei daar dat ik mij verraden voelde door haar en door de mensen daar in de zaal. Want ja, van alle mensen in de politiek heeft zij de mond vol van vrouwenrechten. En ze wilde heel graag vrouwelijke premier worden en weet ik het wat. Maar ja, haar partij neemt op dit moment wel de leiding in het daadwerkelijk afbreken van onze rechten. Nou, laten we dan eens... dus daar heb je jezelf even neergezet. Ja, dus ik dacht nou... Als bezorgde burger. Ja, nou is het genoeg. Welke rechten worden afgepakt? Eigenlijk niet eens alleen rechten, ook alle gebruiken, alle ruimtes, alles wat met vrouwen te maken heeft. Dus als je het dan hebt over ruimtes, dat is dan het meest obvious, zeg maar. Dat een man kan zeggen, ik voel mijn vrouw, die heeft... wel of niet een transitie doorlopen, meestal niet, want dat is niet meer nodig. En die kan dan gewoon zeggen, ik wil ook gebruik maken van deze kleedkamer. Ik ga ook mee sporten in de vrouwencompetitie. En dat gebeurt nu ook in Nederland. Ook al hebben we eigenlijk officieel nog helemaal geen zelfidentificatie van geslacht. Dus dat zijn ruimtes. Want dit is zeg maar nog niet wettelijk bepaald. Eigenlijk hebben we die wet nog helemaal niet. Maar D66 is daar wel voorstander van. Die zijn er voorstander van. En instanties lopen eigenlijk al voor op die wet. Bijvoorbeeld een atletiekunie, die laat dus al volledig intacte mannen gewoon meesporten in de vrouwensport. Terwijl volgens de huidige wetgeving zou iemand in ieder geval al met de transitie bezig moeten zijn, wat dat ook verder inhoudt. In ieder geval een doktersverklaring, maar dit is gewoon anybody die kan zeggen... Ik voel me man. Ik ga even proberen. Want je kan ook bepaald zeggen, mens in de war dit. Hè? Dus ja. Zeg heel even, we waren dus in de jaren 90. Ja. En we zeggen, in 2023 mogen mannen meedoen in vrouwensport. Ik had mezelf echt gek verklaard als iemand dat 10 jaar geleden tegen mij had gezegd. Jij gaat naar een D66-congres om een minister te laten weten dat mannen geen vrouwen kunnen zijn. Dat is echt onvoorstelbaar.
Nou, dus vind ik het interessant. Hoe zijn we ooit in een soort identiteitspolitiek gekomen... dat we denken dat dit het juiste is? Ja. Nou goed, er zijn daar verschillende theorieën voor. Sommigen die stellen dat progressie eigenlijk niet een rechte lijn is... maar dat het in golfbewegingen gaat. En toevallig heeft Jolande Withuis onlangs ook een heel goed boek daarover uitgebracht... over waarin ze bijvoorbeeld vertelt dat we eerst eigenlijk wel sporten... rond 1920. En toen werd het ineens verboden door de KNVB, 50 jaar. En toen gingen we weer voetballen als vrouwen zijnde. Dus we zien ook wel daadwerkelijk een bepaalde golfbeweging. Maar wat we nu eigenlijk zien vanuit de progressieve of de linkerkant... is dat we zijn ooit gestart vanaf een punt van... mannen moeten zich op deze manier gedragen en vrouwen op deze manier. En homoseksualiteit is bijvoorbeeld verkeerd. Nou, dan zijn we een beetje progressie. En dan zijn we op, wat mij betreft, de peak of progress beland. Waarbij een vrouw ook een broek mocht aandoen. Die mocht ook sporten. En als een man make-up op wilde doen, dan was dat ook prima. En die homo's mogen trouwen. En dat was mijn tijd. Geweldig. Maar nu zijn we ineens op een punt beland dat we zeggen... ja, als een man dus bijvoorbeeld een jurk draagt of make-up, dan is hij een vrouw. En als een waar zit het verschil? Want ik zelf hou erg van crossdressing. Ja. Dus ik vind het ook heel leuk om een snor erop te tekenen en mijn haar zo te doen. En mannenkleding. En ik identificeer me op dat moment dan ook met die man. En ik vind dat ook stoer en ik vind dat leuk. Ja, en volgens mij is daar ook helemaal niks mis mee. Het gaat mis op het moment dat je zegt van... en dan ben je echt een vrouw. Of dan ben je echt een man. En dan gaat de samenleving jou op alle manieren ook behandelen. Als een man of als een vrouw. Dus dan hebben we het niet eens meer alleen over ruimtes. Maar bijvoorbeeld ook medisch onderzoek. Waarbij mannen die gewoon zeggen ik ben vrouw. En dan worden zij meegenomen in medisch onderzoek naar vrouwen. Ja, maar dat is dus dat gaat zo ver. Dat is een beetje van de keizer heeft geen kleding aan. De keizer heeft geen kleding aan. Die is poedelnaakt. Maar dan moet je zeggen, een geweldige cape heeft u aan. Of ja, en bijvoorbeeld ik ga dan morgen naar Wenen toe. En daar is een hele ophef nu over dus een vrouw met een baard en een penis. Die naar de sauna toe ging, een naaktsauna. En daar is helemaal ophef over, want ja, de sauna heeft hem naar binnen gelaten. Want ja, op zijn paspoort staat... vrouw, maar nogmaals, een man met een baard, echt een baard, hè? Dus het is... Maar zitten we nou in een soort, want ik bedoel, wat ik een geweldige tijd vond... Ja. Volgens mij moet ik maar in het verleden spreken van... Hè, dat we die crossdressing konden doen, dat we ons konden identificeren met wat we wilden. Maar dat was een spel. Ja. Ik bedoel, mannen make-up opdoen vind ik ook altijd super sexy. Maar het is een spel. Ja. En maar het is voor een paar uur. Kijk, dat crossdressing is dan nog een spel. Maar überhaupt je gender non-conform gedragen. Dus al zou jij elke dag die jurk aan willen doen als man. Dat komt volgens mij ook prima. Zonder dat mensen dachten van, nou ja. Okay, dan kan misschien naar je gekeken worden van het heeft die aan. Ja, maar jij maar dat wil. Verder. Maar goed, naar mijn weten beweerden zij ook niet daadwerkelijk vrouw te zijn op dat moment. Wie? Nou, degene die zich dus even verkleden. Nee, toen dan wel je. Kort, dan wel toen. Kort. Ja, maar toen. Het verschil... En nu gaan we dus daar echt... Neem het dat heel serieus. Neem dat heel serieus, ja. Ja, het voelt vooral een beetje gek. Ja, kijk, je mag het eigenlijk bijna niet meer zeggen. Maar ooit hebben we dit wel aangemerkt als een psychiatrische stoornis. Echt daadwerkelijk last hebben van genderdysphoria. En nu is het een identiteit geworden. Nou ja, maar het mag voor mij ook nog best een stoornis zijn. En daar heb ik dan compassie naar. Absoluut. He, dus, en als iemand dat wil, helemaal prima. Zeker, ja. Maar het is meer... waar gaat het schuren, zeg maar? Waar gaat het... Het gaat schuren wanneer we niet meer waarheidsgetrouw zijn. Wanneer dus ook legaal gezegd kan worden, dit is een vrouw. Terwijl je toch echt naar een man kijkt op dat moment. Ja, en is het dan dus bij sport? Want dan is de competitie niet meer eerlijk. Kijk, ik vind eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, ik vind sport nog het minst interessante van allemaal. Welke de? De sport. Oké. Vind ik echt nog het minst interessant van allemaal. Want Laten we dan naar de meest interessante gaan. De meest belangrijke voor mij is daar waar de meest kwetsbare vrouwen samenkomen. De gevangenissen, therapiegroepen na verkrachting. Die in sommige landen waar dit dus doorheen is, hebben ze daar geen recht meer op. Die meiden ontmoeten nu thuis, stiekem. Want er zijn in Want daar komen die mannen gewoon. Ja, maar even, dus hier is nog niet. Hier is het nog niet zo ver, ja.
Maar als deze wet wel doorheen zou komen, is die weg in principe open. En ik zou niet weten waarom Nederlandse mannen anders zijn dan Amerikaanse mannen of Britse mannen. Maar er zijn mannen, in Amerika al staten waar dit er door is. Waar dit al doorheen is. En dan kan je als man zeggen van, nou, ik ben vrouw en ik ben een verkrachter. En ik mag naar de vrouwgevangenis. En ik wil naar vrouwen. Brute verkrachters en pedofielen worden overgeslagen naar de vrouwgevangenis. In de candybox. In een candybox. En ook niet. Kijk, en dan die conviction is één ding, hè? Dat iemand een verkrachter is en dat soort dingen. De mensen kunnen dan nog zeggen, nou goed, zo iemand kan nog steeds transgender zijn. Maar nogmaals, dat zijn gewoon volledig intacte mannen met baarden en tattoos op hun nek, die gewoon met een vrouw in een cel geplaatst worden en ook met hun moeten douchen. En vrouwen die daar problemen mee hebben, die vragen dan therapie aan. In jail heb je dan vaak nog wel therapie. En dan wordt hun verteld dat ze transfoob zijn en wordt hun hulp beëindigd. Dit gaat heel ver allemaal. Ja, maar als ik een verkrachter was, dan heb ik helemaal niks met transgender. Maar ik heb heel veel met vrouwen. Tuurlijk, en ik maak gewoon misbruik van die wet. Zij maken daar massaal misbruik van, ja. Maar dat is toch ook hartstikke logisch. Ik bedoel, heel veel mannen die hebben nog best wel respect voor het feit dat vrouwen eigen ruimtes nodig hebben en ook willen, zeg maar. Het is ook wel een bepaald type man, wat mij betreft, die daar bewust overheen gaat. Nou, ik vind het, er zit zoveel symboliek in, hè? Dat terugtrekmomentje zit ook heel vaak in een film, weet je. Ja. Maar dat een vrouw zegt, ik ga even mijn neus poederen. Of zo, bijvoorbeeld, weet je? Dat is even gewoon zo'n, gewoon even in jouw zone. Ja. En dat staat, zeg maar, zelfs dus in hele gevaarlijke situatie, daar hebben we het over. Daar hebben we het over, ja. Dus nogmaals, maar het kan toch niet zo zijn dat politici hier dan geen oog voor hebben? Want ik doe. Dat hebben ze niet, dat hebben ze echt niet. Dat meen ik serieus. Want in de Verenigde Staten, ze weten dat. In Schotland en Engeland, ze wisten dat. Er moesten minstens 7 verkrachtingen plaatsvinden in de cel voordat ze dat beleid hebben teruggeplaatst, ja. De ophef die daar ontstaan is vanwege die verkrachters en zo in de cel. Ja, dat was blijkbaar allemaal nodig voordat dat beleid werd teruggedraaid. Tenminste, 7 vrouwen zijn er verkracht. Volledig voorkombaar. Omdat er gewoon een man bij hun in de cel wordt geplaatst. En dat is ook wat jij, hè, bezorgde burger tegen vrouwenhaat. Dat is dus ook. Maar dat gaat mij nog niet eens om het feit dat andere mensen en dan vooral mannen zeggen van ik ben een vrouw. Ja. Je doet maar, hè? Dat meen ik serieus. Maar op het moment dat zo iemand dus aanspraak kan maken op onze ruimtes, en dan vooral die waar we echt ontzettend kwetsbaar zijn, ik slaap daar niet van. En dat is dan nog één ding, gevangenissen. Dit is ook een dame met wie ik contact heb. Zij is helaas slachtoffer geweest van een groepsverkrachting. En zij kan echt niet met mannen praten over die trauma. En ze heeft echt therapie nodig. En die krijgt ze nu niet, tenzij ze er akkoord mee gaat dat daar dus ook transidentificerende mannen bij zitten. Die gewoon zitten te luisteren naar hun trauma's. Dus nu spreken die vrouwen thuis af bij elkaar. En daar zijn die mannen achtergekomen. Die hebben onlangs geprobeerd om zelfs met behulp van de politie daar toegang tot te krijgen. Dus het gaat allemaal een heel stuk verder dan alleen we willen even plassen of zo. Er is een bepaalde cultuur gecreëerd waarbij mannen het recht op ons weer hebben gekregen. Op toegang tot ons. Ja, dit is vol. Dit is toegang tot ons. Dit is 1900. Want, waar wij voor gevochten hebben dat juist. Ja, en het gaat echt niet om toegang tot de service. Want er is een groep voor mannen. Service van? De service voor de therapie voor verkrachte vrouwen dan. Want er is een groep voor mannen, er is een groep voor transgenders en er is een groep voor vrouwen. Maar die van vrouwen mag dus niet alleen voor echte vrouwen zijn. Dus we hebben het nog wel over sport en dat soort dingen en zo. Maar dit is eigenlijk waar ik mee zit. Want met alle respect voor de sport ga ik geen podium beklimmen van D66. Ik heb het hier over de meest kwetsbare vrouw in de maatschappij. En dat is ook niet waarom ik stop. Wat ze ook mijn kant op gooien of zo. Dit zijn hele serieuze zaken. Nou, jij wilde ook een voorbeeld van Caroline Farrow. Ja. Uit Engeland. Dus ja, ik heb dat dus even opgezocht. Zij is een organist en farmer, een boer uit Engeland. Wat gebeurde daar? Ja, dat gaat helemaal mis. Want we zien dus op meerdere plekken dat op het moment dat je dus mannen vrouwen gaat noemen en eigenlijk hetgene zegt wat ik zeg, dan wordt het op heel veel plekken nu gezien als hate speech. Dus wat jij zegt is hate speech? Als op het moment dat ik zeg dat is een man en hij zou niet moeten meedoen in de vrouwensport, dan is dat hate speech. Ja. Dat is altijd hetzelfde alsof ik zeg,
dus 70 jaar geleden die zwarte had niet moeten meedoen in onze sport bijvoorbeeld. En we zien dat op sommige plekken die wetten rondom hate speech al heel ver gaan. En dit is dus inderdaad een dame uit Engeland. Die heeft daar enorme problemen mee. Want zij krijgt dus nu, het is ongelooflijk. Zij krijgt dus een offender. Maar wat officer. Heeft ze gedaan? Nou, zij heeft dus mensen gemisgenderd. Dus dan wat is misgenderen? Misgenderd is als bijvoorbeeld Kamerlid van Ginneke als ik hij zeg in plaats van zij. Dat ik dus niet meega in oh, zijn... Oh, in het feit dat zij wil, hij of zij wil aangesproken precies worden. Precies zo. En dat je daar niet in meegaat. En dat je mannen nog steeds mannen noemt en vrouwen nog steeds vrouwen. En dat wordt gezien als heel erg haatvol. En daar worden nu dus juridische stappen tegen gezet. En bij haar gaat dat heel ver. Want ze willen dus ook toegang tot haar huis. Ze willen toegang tot al haar apparaten en wachtwoorden. Ze kan zich niet eens op een datingsite aanmelden zonder dat zij dan mee zouden willen kijken. En het is, dus het is nog zoveel verder dan vrijheid van meningsuiting. Dat je sommige dingen niet mag zeggen. Nee, je moet echt gaan zeggen wat zij willen, zeg maar. Je wordt echt in je spraak gedicteerd, eigenlijk. Nee, want zij is katholiek. Zij heeft een heel eigen zelf. Zij heeft gewoon haar eigen beeld over hoe de wereld eruit ziet en hoe die werkt. En ik kan mij ook heel goed voorstellen dat als jij zowel katholiek bent... Organist. En organist. Ja, ik maakte wel eens een grapje over bijvoorbeeld BBB. Want ik zei van, ja, die zitten tot hier, weet je wel, bij een koe naar binnen. Die ga je niet vertellen dat een koe ook een stier kan worden. Dat is echt onzin. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat iemand met zo'n levensovertuiging... Die kan daar gewoon niet mee akkoord gaan. Dus ja, maar dat ik dacht te leven in een wereld van... Nou, oké, de een denkt er zo over, de ander denkt er zo over. Ja, want dus weten dat met elkaar een beetje uit, zeg maar. Maar ja. Freedom from speech staat... In ieder geval bovenaan. Ja, maar ik vind dit ergens ook wel een beetje grens aan freedom of religion. Want het is iets waar je in moet geloven. Hè? Of mensen van geslacht kunnen veranderen. Want dat is niet bewezen. Dus dat is gewoon omdat iemand dat zo zegt. En op het moment dat je dat dus niet gelooft... dan ben je dus eigenlijk al fout. Terwijl... Ja, ik vind... Ik kan me nog wel een samenleving voor... dat we met zoveel mogelijk respect... Mm-hmm. Elkaar met elkaar omgaan en zo, ja. Maar als ik een andere mening heb en ze komen mijn huis in... en ze willen mijn wachtwoorden en ze willen mijn laptop en mijn telefoon... En goedkeuring voordat je gaat posten. In digitale gevangenis. Nee, dat is echt niet. Nee, zeker niet. Dan gaat het gewoon weer wel... Dan gaat het heel ver. Kijk, en het hele punt met dit hele transgender debat, laat me het zo noemen... is dat we hebben het nu nog veel over vrouwenrechten en ook het rechten van het kind. In hoeverre kan een kind over bepaalde dingen beslissen. Maar eigenlijk is dit een probleem voor iedereen op het moment dat 2 plus 2 5 is. En niet alleen in de dagelijkse omgang, ook voor de wet. Want ja, het College van de Rechten van de Mens zegt... je mag geen onderscheid maken tussen een vrouw en dus een trans-identificerende man. En je mag de ene niet meer rechten toekennen dan de ander. Ja, dan hebben we eigenlijk volgens mij... voor de rechter zeg maar, gaan we dan niet meer uit van gewoon de objectieve waarheid. Hey, dan wordt het een ideologie. Dan wordt het een ideologie. En nogmaals, en dat gaat dan nu dan over vrouwenrechten en die van het kind. Maar straks kan het ook over hele andere dingen gaan. Straks mag je bijvoorbeeld misschien niet meer zeggen dat we geen klimaatproblemen hebben of zo. Dus ik vind het nogal eng, zeg maar, op het moment dat de staat gaat bepalen wat wel en niet een goede mening is. En wat je dan mag gaan uiten. Jij hebt er ook staan TERF. TURF, ja. TURF. TURF, ja. Leg uit. Nou, dat is hoe je wordt genoemd als je als vrouw je hier tegen verzet. Dus als je zegt van, nou, een vrouw is een mens van het vrouwelijke geslacht. En al onze rechten en ruimte zouden daarop gebaseerd moeten zijn. Dan is daar ook een naam voor. Dan heb je daar een naam voor, een TURF. En dat staat ook ergens voor, maar het wordt gebruikt als een scheldwoord eigenlijk. En dan volgt heel snel allerlei narigheid als je eenmaal gebrand bent. Dat ben Karen. Nou ja, nog erger dan een Karen. Het is eigenlijk meer een beetje zoals hoe men vroeger heksen aanduidde. Dus dat is een turf, die is fout. Is dit niet heel erg binnen de universiteit? Of speelt dit? Of... Nou, ja en nee. Ik bedoel, twee dagen geleden zijn Emine Oeigoer nog dat we turf zijn. Dus het zijn niet zomaar mensen die dat roepen. Zeker toen ik bij D66 was...
dat zijn niet zomaar gekke twitteraars die mij uitmaken voor nazi of een fascist. Of, wat waren de reacties van D66? Dat ik transfoob ben. Dat de vragen überhaupt transfoob zijn. En de dames die schriftelijk antwoord hebben gehad van D66, hè, met de vraag van, kunnen we dan een uitzondering maken voor die ruimtes zoals de sport en de kleedkamers en de gevangenis en zo? Het antwoord is nee, we gaan daar geen uitzondering op maken. Maar waarom is dan een transgender in één keer in slachtofferschap zieliger of een man die zich vrouw voelt dan vrouw? Want wij hebben echt een lange traditie inmiddels. Hè? Wij zijn al meer dan 100 jaar hiervoor aan het strijden. Ja. Wij zitten ook al in het politieke systeem. Ja. Daar zitten zij helemaal niet in nog. Dus hoe kan het dat in één keer dit potje zo verloren wordt? Nou kijk, ten eerste, het gaat om mannen. Laten we dat ook wel gewoon voorop stellen. De maatschappij weet heel goed wie een man en wie een vrouw is. Op het moment dat ze hun bepaalde rechten toekennen en nee zeggen tegen ons. Dat ten eerste. En ten tweede, dit is ook echt een top-down beweging die we op dit moment plaatsvinden om de hele verre uitwassen, zeg maar, van genderideologie te accepteren in de maatschappij. Want zelfs heel veel transgender zelf die ik spreek, en ik spreek wel eens vooral transseksuelen dan, ook zij herkennen, zeg maar, ook zij herkennen die wens niet om dat zo ver door te laten gaan. Bijvoorbeeld een verkrachter in de vrouwengevangenis. Er zijn heel veel transseksuelen die daar ook niet denken van, ja, maar dit is nooit waar de wij... bedoeling geweest. En zij erkennen ook dat zij, ondanks hun transitie, nog steeds biologisch gezien een man zijn. Dus die zeggen, ik ben een transvrouw en een transvrouw is een transvrouw. En dat is volgens mij ook, dat is volgens mij heel logisch ook om dat zo te zeggen. Maar dit is echt iets nieuws een beetje. Dat die extra, dat het ook daadwerkelijk vrouwen zijn. En dat ook de hele maatschappij dat zo moet gaan accepteren. Ja, maar toch heel even terug. Wij hebben niet niks gedaan, zeg maar. Nee. Dus ook dingen voor ons zijn echt in de wet geborgd. Nou ja, blijkbaar niet zo. Daar was ik echt verbaasd over. Dat helemaal niet zo is eigenlijk. Bijvoorbeeld toiletten zijn dus helemaal niet zo goed geborgen in de wet. We zien nu ik krijg bijna elke week wel een berichtje van een universiteit of een hogeschool waar weer toiletten weg zijn gehaald, de vrouwentoiletten weer weggehaald. Of op een manier, zeg maar, dat vrouwen toch erop achteruit gaan. En dat is ook een beetje het punt. Het zou dus niet eens uitmaken of het in de wet staat of niet. Want dat zie je bijvoorbeeld in Amerika en in Engeland hebben zij iets beter die Equality Act in elkaar. Waarbij er dus eigenlijk gewoon een soort van vrouwenwet is. Van, hè, vrouwen hebben recht op gescheiden kleedkamers en een sport en een dit en een dat. Maar zelfs als je dus die wetten hebt, op het moment dat zo'n man zichzelf officieel als vrouw kan laten registreren, dan gelden die wetten dus ook voor hem. Dus dan kun je wel heel leuk in de wet hebben staan, vrouwen hebben het recht op eigen sport. Ja, maar dit is nu ook een vrouw, dus het is een logisch gevolg dan dat hij ook toegang tot die sport kan hebben. Maar luister ik nou tussen de regels door, wat jij zegt, maar mannen hebben in zijn algemeenheid altijd gewoon wel veel macht gehad. Ja. En daar maken ze nu gebruik van. Daar maken ze het absoluut. Want, maar dit klinkt voor mij toch als een hetero man met macht. Het is een hetero man met macht. De meeste transgenders zijn gewoon hetero mannen. Het zijn gewoon mannen die op vrouwen vallen. En die er bovendien ook, ja, er zit een erotisch aspect aan. Het is echt een super verwarrende discussie. Hè? Dus het is eigenlijk een hetero man, maar die wil dit dus, maar die krijgt een samenleving wel zover. Kijk, het is eigenlijk het verschil. En dan kan je natuurlijk niet iedereen op één hoop gooien, maar het is een verschil tussen een transseksueel en een crossdresser. Dus iemand in travestie. Een transseksueel die denkt daadwerkelijk ook dat hij of zij dus van het andere geslacht is. Ja, en vindt het niet thuis in zijn eigen lichaam. Precies, en die laat van allerlei operaties doen en dat soort dingen. En diegene verandert nog steeds niet van geslacht, maar diegene doet tenminste nog wel een bepaalde moeite. En die denkt dat ook wel echt. Terwijl, dat is best een hele heftige transitie. Ja, ik heb Parolien hier gehad. Ja. Die heeft dat helemaal uitgelegd. Dat is echt intens. Dat is echt iets heel anders dan gewoon even een jurk aantrekken en misschien een nepborsten en zeggen, ik ben een vrouw en nu wil ik naar binnen, zeg maar. En dat gebeurt. Dat en dat is wat er nu gebeurt. Mede ook doordat die transitie-eis is losgelaten. Maar
In al die regeringen, inclusief Kaag inderdaad. Ja. Daar zitten wij ook. Daar zitten. Ja, maar kijk, dat is dus hetgene wat mij nog misschien het meest boos maakt. We hebben nog nooit zoveel vrouwen gehad in de politiek. Ja. En nog nooit hebben in echt in een paar jaar tijd zo'n achteruitgang gemaakt. Maar dat komt dus omdat sommige feministen, ik kan hun echt geen feministen noemen, die vinden hun dus ook vrouwen. En die zeggen van ja, wij moeten ook voor hun strijden. Dus daar kan ik je dan ook een voorbeeld van geven. Zo'n mannelijke zwemmer, William Lea Thomas, misschien dat je hem wel kent. Ja. Er wordt dus tegen mij gezegd, op het moment dat je hem niet laat meezwemmen, ben je de vrouwenrechten aan het afbreken, want hij is ook een vrouw. Dus dan ben je vrouwen aan het... Dus het begint eigenlijk al op het moment dat we hun vrouw noemen. En vanaf dat moment wordt het heel makkelijk om te zeggen, ja, maar als iemand ook een vrouw is, waarom kan die dan niet ook en niet ook en niet ook? Terwijl ze aan de andere kant hun wel degelijk anders behandelen dan ons vrouwen. Want als een trans-identificerende man zegt, ik voel mij niet veilig bij mannen in de kleedkamer, dan zeggen ze, ah gossie, ga dan lekker bij de vrouwen erbij. Maar als vrouwen zeggen, wij voelen ons niet veilig met hem erbij, dan is het doe niet zo... Weet je, niet zo haatvol en zo. Dus er is wel degelijk een hele andere behandeling daarin. Ja, maar hoe kan die antennes niet afgaan bij die vrouwen in de politiek of die hierover gaan? Kijk, bij sommigen denk ik dat is oprecht onwetendheid. Of een bepaalde, ja, veel vrouwen worden toch ook wel een beetje gesocialiseerd om be kind. Dat is ook wat constant wordt gezegd, be kind, be kind. Ja, het is in ver doorgevoerd be kind. Het is too much be kind. Het is be kind and bend over, zeg maar. En doe een stap opzij en ga maar weer thuis zitten of zo. Geef alles maar op. Ja, maar kijk, in de tijd in de jaren 90 had je ook in Rotterdam had je bijvoorbeeld de Nauw en Warm club. Toen was jij nog klein. Ja, heel klein. Maar toen kwamen zij ook met vrouwenparkeerplaatsen. Ja. Omdat dat voor ons veiliger was. Dus ja. Wij kregen een soort front row. Ja. Zo dicht mogelijk bij de ingang. En dat was natuurlijk fantastisch. Ja. Dus dat is tegenovergestelde. Het is echt tegenovergestelde, ja. En het is ook niet alleen dat... Kijk, het klinkt heel gek, maar sommige vrouwen die denken dus oprecht dat als wij maar doen alsof geslacht niet echt is en we het maar zoveel mogelijk een beetje laten gaan in de maatschappij, dan verdwijnt ook vanzelf ons onderdrukking. Zo van, nu zitten we bij de kern. Kijk, als mannen ook ongesteld kunnen worden, wij zeggen dat wel eens als grap, hè? Ja, als mannen ook ongesteld zouden worden, dan zouden we al lang al dit en dat uitgevonden hebben. En dan zouden tampons al lang al gratis zijn en et cetera. En zij nemen dat iets te letterlijk. Dus echt van, oké, weet je wat, als mannen inderdaad ook vanaf nu zwanger kunnen worden. Dan zijn we van dat seksisme dan af. Dan zijn we een beetje van dat seksisme af. Terwijl ze zich niet realiseren dat we dat juist alleen maar... We zijn het alleen maar aan het bevestigen op dit moment. Ik weet niet wat het precies is bij deze mensen in hun hoofd, hun brein. Maar zij denken echt dat zij door middel van woorden de hele wereld opnieuw kunnen reconstrueren. Komt het ook omgedraaid voor? Dus is dit vooral mannen die een jurk... Of zit er ook het gevaar bij dat vrouwen, man, kijk, en echt serieus denken, ik ben een man. En gewoon, ook al heb je het niet, ik heb... Als we bijvoorbeeld kijken naar de context van de gevangenis, gaan geen vrouwen naar de mannengevangenis. Natuurlijk niet, want die weten wel beter. Die weten donders goed dat zij zich niet uit die onderdrukking kunnen identificeren. En er is één keer dat het wel is gebeurd. Dat was een minderjarig meisje die is weggelopen van huis. De staat in Amerika heeft haar toen in een soort van juvenile center gestopt. Met het idee, want zij identificeert zich als een jongen. Dus die hebben haar tussen jongens gezet. En daar is zij misbruikt. Ja, hè? Dat was echt een meisje van 13 of 14 of zo. Dus dat is echt... Dus volwassene vrouwen die zich als man identificeren, die blijven wel zitten hoor, in de vrouwengevangenis. Dus zij realiseren zich wel dat zij zich, wat ze ook verder hebben laten doen, dat ze aan het eind van de dag wel vrouw zijn. En die mannen, die gescheiden ruimte zijn er niet in hun batenbelang. Dus voor hun om die stap te zetten naar de vrouwenruimte is eigenlijk alleen maar voordeliger natuurlijk. Ja, maar ik kan me ook al voorstellen. Kijk, ik doe nogmaals, dat is toch een beetje die derde feministische golf. Wij hebben ons natuurlijk ook in die mannenruimtes gemanifesteerd. Ja, zeker. Ja. Dus wij zijn in die zin ook op hun terrein daar gekomen. Ja. En dus ook macht
gekregen. Ja, maar goed, wat ik daar altijd van vind is van... kijk, er is een heel groot verschil tussen die mannenruimtes toen en vrouwenruimtes nu. Want die mannenruimtes toen, die bestonden er omdat mannen dachten... dat wij vrouwen bepaalde zaken niet hoorden te doen. Zoals bijvoorbeeld voetballen, of in de politiek zitten, of naar een universiteit gaan... En dus werden die ruimtes aangemerkt als mannenruimte. Niet alsof die mannen zeiden, wij willen ons eigen sport en jullie je eigen sport. Nee, jullie horen helemaal niet te sporten. Jullie horen helemaal niet naar de universiteit te gaan, et cetera. Terwijl vrouwen, wij vragen niet een ruimte waar mannen dan vervolgens geen gebruik van kunnen maken. Als wij een vrouwensport hebben, dan betekent niet dat mannen dus geen eigen sport meer hebben. En we kenmerken ze dus ook niet als iets vrouwelijks. Zo van, oké, sport is vanaf nu van vrouwen. Jullie mogen, mannen mogen dat niet doen. Ook niet in je eigen, divisie, zeg maar. Dus ik vind dat niet echt een vergelijking, omdat ze waren er niet om dezelfde redenen. En ook niet, ze sloten ook niet een ander uit of zoiets. Dat staat hier, Noorwegen verbiedt geslachtsverandering bij kinderen. Ja. Dus je ziet toch wel dat er ook... Ja, dat loopt eigenlijk vrijwel overal terug. Behalve dus waar het begonnen is. Want dat is allemaal op basis van de Dutch Protocol. Waar is het begonnen? Bij ons? In Nederland, ja. Wij hebben een hele belangrijke rol gespeeld in de transitie, zeg maar. En zeker bij kinderen. Terwijl we nu zien dat in andere landen die ons eigenlijk... dus die Dutch Protocol at some point hebben overgenomen... dat zij daar nu juist eigenlijk wel op van terugkomen. En ik snap ook niet dat dat ooit überhaupt... Wat is een Dutch Protocol? Het gaat erom, zeg maar, dat in hoeverre minderjarigen wel of niet... een transitie kunnen doorlopen en hè, zo ja, welke dan? En meestal wordt er dan bij hele jonge kinderen gaat het dan om publiciteit, om puberteitsremmers. En dan als je wat ouder bent, vanaf ongeveer 16 jaar zien we in de meeste plekken wel, al heb ik het wel zo jong als 13, 14 gezien, dat meisjes al hè, hun borsten kunnen afhakken als zij zich als een jongen voelen. En dan meestal rond 17, 18, 19 beginnen pas de bottom surgeries. Maar ondertussen al wel allerlei hormonen. En ook de affirmation, dus het bevestigen dat iemand ook daadwerkelijk van het andere geslacht is. En dan wordt er nog vaak gezegd van, hè, zolang die kinderen jong zijn en het eigenlijk alleen nog maar gaat om die puberteitsremmers, is het allemaal niet zo erg. Maar ten eerste zien we een hele duidelijke lijn. Als je eenmaal daarmee begint, is de kans heel groot dat je ook verder gaat met uiteindelijk operaties. En die puberteitsremmers zijn helemaal niet zo veilig. Dus kijk, nogmaals, ik ben heel erg een vrije keus. Dus als volwassenen dit met hun eigen lichaam willen doen... Ja, dat heb ik ook. Maar kinderen is dat. Maar wel bij kinderen is dat echt heel anders. Het zijn ten eerste risico's die ze nog helemaal niet kunnen begrijpen. Je kan verschillende soorten kanker krijgen van die remmers. Steriel worden en dat soort dingen. Ja, je zit voor heel je leven aan de hormonen. Je zit je hele leven aan vast. Maar bij operaties is dat al helemaal... Dus ik begrijp niet zo goed wanneer we ooit gedacht hebben dat kinderen dat zelf konden bepalen. En wat is de bron in Nederland? Waar is dit begonnen? Ja, er gebeurt heel veel bij het VU natuurlijk. Ik ben daar iets minder in thuis, maar ik zou dat wel een beetje als op dit moment de hotspot willen zien. Waar veel kennis en ook de ideeën en zo vandaan komen. Maar ja, het is qua medische wereld, dat zou ik dat niet durven zeggen. Maar verder van bovenaf, qua bedrijven en zo, zien we wel veel dat steeds meer bedrijven zich gaan bemoeien, hè, in dit debat. Ja, maar dat is even het laatste, afsluitend. Oh, sorry. Ja, we zijn al bijna door de tijd. We gaan er heel snel doorheen. Ja, ESG, ik weet niet of jou dat wat zegt. Ja, dat zijn die scores waar die bedrijven zich aan moeten bedrijven, houden. Eigenlijk. Ik ben zelf ook een bedrijf. Ja, dus dat is mijn ook... De vraag, wie heeft hier baat bij? Wie heeft dit bedacht? Maar zelfs zo'n... Ja, ik bedoel ook de CEO van BlackRock. Weet je, daar zit heel veel geld. Dus ESG staat voor Environment Social Governance. Ja. En eigenlijk bijna alle bedrijven, zeker als equity, maar ook banken. Mm-hmm. Dus alle banken nu willen toch wel dat je richting die ESG gaat. Nou, dat zijn stapels papierwerk. Maar toen dat begon, toen dacht ik nog, nou, S van social. Ja.
Dat zal alleen maar zal vrouwen, goede dingen zijn. Hè? Voor, duurzaam, vrouwen. Ja, nou ja, environment is voor duurzaam. En social, dacht ik, kijk, ik zolang als ik 30 jaar onderneem, is altijd iets van 90% vrouwen. Weet je, nou, ik ben altijd heel erg voor vrouwen. Vrouwen kunnen ook heus al een bedrijf runnen. En we staan toch nog uiteindelijk zo ver achter, zeg maar, op de mannen. Maar dit krijgt nu gewoon ook die S van social. Die krijgt nu in één keer niet meer die draai naar vrouwen toe. Nee, juist weg van vrouwen. Weg van vrouwenrechten. En ook de visie, ja, de visibility gewoon van vrouwen. De wat? De zichtbaarheid van vrouwen, dat die gewoon omlaag gaat. Ik bedoel, dat gedoe met Adidas en zo'n badpak. Ja, het gaat er niet om dat een man geen badpak kan dragen. Natuurlijk kan een man een badpak dragen. Maar waarom zou je niet gewoon een vrouwelijke model hebben voor vrouwenkleding? Ja, maar het is ook nog de vraag, vindt Adidas dat echt? Ik denk het niet. Of natuurlijk moeten ze dit doen vanuit ESG? Dat denk ik, ja. Krijgen ze anders, zeg maar, bijvoorbeeld geen financiering? Weet je? Dus er zit nu een heel veel geld, zie je dus nu bij equityfondsen ook. Die moeten allemaal het ESG-label hebben. Want anders hebben ze het gevoel dat ze niet deugzaam investeren. Ja. Ja, en dus heel even, zeg maar, de naïviteit. Even daar tezijde, ja. Even van, ja, hoe erg is dit nu? Maar dit zit, zeg maar, heel diep. Het zit heel diep, ja. In, bij wet, maar ook follow the money. Ja. Dus ook bedrijven moeten dus toch dit soort dingen nu doen om, zeg maar, gewoon hun financiering nog rond te krijgen. Of om punten te krijgen. Terwijl daarmee vallen ze eigenlijk ook op het zwaard. Want het publiek is hier eigenlijk niet van gediend. Dat zien we met de boycott en van Bud Light bijvoorbeeld. Ja, Bud Light is pijnlijk. Heel veel verlies geleden. Ja, en Target volgens mij nu ook. Ja. Het gaat al om miljarden inmiddels. Ja. En, het publiek waardeert het niet. Dus, echt niet. Dus ook, maar daar waar de macht zit, zij willen dat toch. En ik vind het ergens dan ook niet misschien heel gek dat ze dat dan toch doen via bedrijven. Want via de politiek komen ze er niet. Ja, maar zou gewoon nou serieus zo'n CEO van BlackRock dan ook zoveel behoefte hebben dat hij als man dat kan doen? Of komt het vandaan? Kijk, ik kan niet spreken namens zijn eigen wens op wat hij met zijn lichaam wil doen. Maar ik denk dat er sowieso heel veel geld in omgaat. Ook gewoon vanuit de farmaceutische wereld zelf. Hoe meer transgenders er zijn, hoe meer poen daar gewoon op verdiend wordt. Ja, maar dat is zo lelijk. Ja, dat is ook heel lelijk. Maar welk ander belang kan je hier bijna bij denken? Dat het allemaal stiekem mannen zijn die gewoon vrouwenrechten willen afbreken. Het is volgens mij zo complex. Volgens mij zit het toch ook echt een deel oprecht dat mensen denken dat dit het goede is. Dat geloof ik zeker, ja. Er zijn sommige mensen waarvan ik denk, en zeker sommige mannen die verder helemaal niet zoveel op hebben met opkomen van rechten van minderheden. Nee, maar of zo. Gewoon denken, ja, het zal wel als mensen dat willen, prima. Als we daarmee goed doen. Ja, voor mijn gevoel zijn er echt drie soorten mensen hier in dit debat. Aan de ene kant heb je mensen die zeggen live and let live, wat maakt het uit? Die zich niet goed realiseren van dat het dus zo ver door kan gaan. Aan de andere kant heb je dus ook gewoon mannen die er van genieten gewoon dat vrouwen erop achteruit gaan. Die daar gewoon om hun hele eigen belang dat is heel geslepen. In zitten. Dat is ook heel geslepen, ja, tuurlijk. En die zitten daar gewoon tussen. En dan heb je dus aan de andere kant nog mensen die gewoon oprecht denken dat dit het goede is. En dat we maar gewoon uit solidariteit een stap opzij. Ja, we moeten gewoon even inschikken. En het is niet zo erg als er af en toe een man wint. Nee, maar daarom toch, Lydia, heel erg belangrijk wat jij en Carolien toch doen. Om gewoon even het helemaal goed door te denken. En ons ervan bewust te maken van, pas op, die vrouwenruimte komt echt serieus in gevaar. Ja. Nou, dank daarvoor. Dank u wel dat ik hier mag komen. Beste kijker. Als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.